Rechts ziet u een directeur van een VZW die sportactiviteiten organiseert voor kinderen die sociaal kwetsbaar zijn. De activiteiten zijn een succes, maar de cijfers, dat is een ding niet. Links ziet u een financieel directeur, of beter een directrice. Ze werkt veel, maar ze zou graag enkele uren aan een VZW geven. In het midden staat Toolbox, die de link legt tussen beiden. Samen en met de vrijwillige omkadering van Toolbox leveren ze beter werk. We zijn als Amnesty International bij Toolbox terechtgekomen omdat we als NGO uiteraard geen dure consultants kunnen betalen, maar wij willen wel professioneel advies inwinnen. Bij Pagassa was het vooral een probleem, er was een gebrek aan duidelijkheid rond een aantal zaken wat betreft personeelsbeleid. Wat dat zeer belangrijk was bij Toolbox is dat, dat zij eerst een analyse hebben gemaakt van ons als organisatie. En eigenlijk kwamen we uit op een aantal knelpunten. En we zaten eigenlijk met een vraag hoe dat wij onze impact van onze campagnes beter konden meten. De meerwaarde die we daar met Toolbox gecreëerd hebben, is om daar toch een soort reflectie tot stand te brengen. Nadenken van hoe pak je dat aan, hoe kan je dat vormgeven, hoe kan je daar een beetje structuur in brengen, hoe kan je daar tot een goed plan komen om dat te gaan uitvoeren. Het is ook zo dat je je eigen professionele competenties kunt inzetten in een heel ander domein. Om je kennis te vermenigvuldigen, moet je ze kunnen delen. En dus, met veel plezier, deel ik mijn kennis, mijn competenties, mijn ervaringen. Je hebt vrij snel impact. Dus je ziet de impact van je samenwerking. En ook het gevoel persoonlijk dat je iets teruggeeft. Iets wat je toch gekregen hebt van de maatschappij. Je hebt toch kunnen studeren, je hebt jobs gehad, je hebt je kunnen ontplooien. Dat je een stuk kunt teruggeven. En daar heb ik zelf ook wel veel van geleerd. In de zin van, het is goed dat je mooie ideeën hebt, dat je fijne ideeën hebt. Maar het vergt toch altijd een stuk reflectie en een stuk plannen en een stuk structuur opbouwen om dat effectief te gaan doen. En wat voor ons altijd heel leuk is, is dat je mensen met een hele frisse blik naar een organisatie laat kijken die vanuit een hele andere wereld komen. En dat is vaak een hele toffe interactie, ook voor hen. Het is heel belangrijk om op de ervaring en expertise van die mensen te kunnen terugvallen om te zeggen van oef, dit is normaal en ik kan dat op die of die manier aanpakken. Het komt er eigenlijk op neer dat we veel efficiënter aan het werken zijn, dat we met minder middelen meer kunnen doen, waardoor we dus ook effectiever zijn. Ik denk het model spreekt aan, omdat het model een toegevoegde waarde heeft. Men ziet direct dat er een toegevoegde waarde is.